De Nijmeegse wethouder Harriet Tiemens heeft maandagochtend een e-hub geopend op een van de Nijmeegse locaties bij winkelcentrum Hatert. Een e-hub is een verzamelplek waar verschillende elektrische vervoersmiddelen staan. Er zijn nu 10 van dat soort punten in de stad. Het gaat nog om een proef die tot eind 2021 duurt. Op dit moment staan er in Nijmegen elektrische fietsen en een elektrische auto. Op een later moment komt daar nog een elektrische bakfiets bij. Het is een Europees project waar Nijmegen en Arnhem samen aan meedoen. De twee gemeenten willen dat iedereen elektrisch vervoer kan gebruiken voor bijvoorbeeld een boodschap, de rit naar het werk of om de kinderen naar school te brengen.